Het is vandaag, vanochtend was het om 6 uur, vanochtend vroeg om 6 uur, was het precies exact een 6 jaar geleden dat mijn mannetje is overleden in het ziekenhuis te Alkmaar. Hele goede namiddag, want dat is toch weer, want het loopt alweer tegen 4 aan. Namiddag, lieve vrienden. Het is vandaag en welkom bij een gloednieuw vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag de 25e van de 2e 2023 en we leven om 15:57. Het is vandaag, vanochtend was het om 6 uur, vanochtend vroeg om 6 uur, was het precies exact een 6 jaar geleden dat mijn mannetje is overleden in het ziekenhuis te Alkmaar. Ik heb het vanochtend nog 8:30 zien worden, et cetera. Dus jullie weten, ik heb geen hoofdpijn of wat dan ook, maar ik wil straks wel mijn haar even wassen, daarom ook niet opgemaakt, maar ik ben nog zo duf als een konijn in. Ik ben wel misselijk, maar geen hoofdpijn. Verder heb ik helemaal niks, dan denk ik me misselijk. En mijn neus jeukt. Maar dat gaat ook wel weer over, omdat ik een oud kereltje ben. En ik heb een kaart er net gevonden. En ik weet al van wie. Want dat staat op de achterkant, maar dat gaan jullie, daar is gaan jullie niks aan. Maar van Corrie. Die mij dus eigenlijk niet meer wilt zien, omdat ik volgens haar een complotdenker ben. We staan niet meer op één lijn. Nou, ik ga hem nou openen. En ik bekijk de kaart voor het eerst. Ik heb hem nog niet gezien. Niks. Achter iedere traaf van verdriet schuilt een waardevolle herinnering. Mooi gezegd, vind ik. Daarom stuur ik deze kaart naar jou. En wel kusjes ook, hè. Nou ja, en dan de binnenkant gaat jullie ook even nu niks aan. Misschien later op de dag, ik weet het niet. Nu even, hou ik het even nog voor mezelf. Ik weet niet wat er allemaal in staat, dat ga ik straks even lezen. En ik moet mondjes uitlaten. Ik heb Karin al aan de telefoon gehad. Die was even zelf met haar in de upje eentje de hart op geweest. Moet ook kunnen. Dus ik weet even niet wat ik zeggen moet, want ik ben boos, ik ben kwaad op mijn zwager en dan krijg je dit weer binnen, wat ik niet verwacht had. Dus ja, emoties spelen even een grote rol bij mij en ik hoop dat jullie dat begrijpen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag en probeer een beetje met mij mee te genieten. Zo, ik ben weer thuis met de meisjes en ik heb mijn tas alweer klaargezet. Ik ben even naar de wc geweest. En ik ga even naar de Vomer, omdat ik mijn haar dus wil doen, heb ik ook haarlak nodig en dat is op. Ja. En ik kom straks ook weer even terug vanwege die kaart. Ja, daar ben ik wel heel blij mee, met die kaart. Ja, dat doet me toch wel weer goed aan één kant. Ja, dus de meisjes zijn uit geweest. Ik heb Karin geappt dat ik even naar de Vomer ga. Of ik die zie, dat weet ik niet. Want het meisje is ook moe, dus ja, die wil ook weer naar bed toe. Die heeft ook maar heel weinig slaap gehad. Ja, en ik vind mijn nieuwe oorknopjes zo mooi, hè. Zo mooi. Ik hoop dat ze ook mooi blijven, want er zitten 4 steentjes in. En ik weet niet of jullie dat zo kunnen. Nee, daar ben ik bang voor niet dat dat niet wil. Nee, dat lukt niet. Ja, nee. Ik leg nou op mijn hand, maar het wil niet echt. Oh, dat rolt hier om. Dan gaat het nog niet. Nee, dat wil niet, hè? Nee.
Maar ik kon een stukje papier prikken en dat ervoor houden. Ja, dat zou misschien lukken. Wat is er? Nee, we zijn net buiten geweest. Het is een roetje koud. Een vrouwtje die gaat weer de jas aan doen. En dan ga ik naar de vomer toe. En dan ben ik weer zo thuis. Moeten jullie snoepie? Moeten jullie eerst een snoepie? Je hebt net snoepies gehad, hè? Ja. Jullie worden ook zo verwend, hè, door vrouwtje. Ja, echt waar, hè. Ga je weer een naaltje. Moet je nog wat hebben of niet? Moet je wat hebben of niet? Moet je nog wat lekkers? Jullie wat lekkers. Moet je wat lekkers. Kom dan. Wil je wat lekkers? Ja, dan moet je lopen. Ja, dan moet je lopen. Hè? Ja, dan moet je echt lopen. Hè? Ja. Moet ik er even bij, schat? Dank je. Ja, en toe, ga eens aan de kant. Dan kom maar. Hup. Jij ook? Au. Zo. Je maakt er een puinhoop van. Oh, mijn. Opruimen. Zo kan ik er niet door. Hé, hey, opruimen. Opruimen. Kan je nou zien met de knoeidoos? Dat is echt een knoeidoos, hoor. Ja, dat is echt een knoeidoos. Kijk eens, allemaal krummeltjes. Opruimen. Kom eens opruimen. Dan moet ik daar overheen. Wat voor dikkie. Ja, is het niet lief van jou? Moet je opruimen? Opruimen? Hé, opruimen? Waarom ruim je het niet op? Doe je anders altijd? Is het niet lief, hè? Nee, opruimen. Wel vragen, maar opruimen gewoon maar. En die laten liggen. Geboefte? Ja, een stuk geboefte zijn jullie. Allebei. Een stukje geboefte. Zo, dan zal ik mijn portemonnee nog even in mijn tas doen. En dan gaan we de hort op. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis en het is ook zo roetje koud. Maar ik snap één ding niet. Misschien kunnen jullie mij daar wat meer van vertellen, dat jullie dat wel weten. Maar een serversbalie, als je daar naartoe gaat, ja, zoals ik met een scootmobiel, wij soort mensen hebben meestal dan ook meer hulp nodig dan een ander. Ik hoor altijd bij de servicebalie, word ik altijd op zo'n manier geholpen. Ze halen 9 van de 10 keer de tas leeg. En dan gaat het langs de kassa en dan vullen ze hem ook weer. Maar nou, ik heb 3 keer gevraagd op een fatsoenlijke manier. Hè? Maar denk je dat ze hebben geholpen? Nee, ik kon het allemaal zelf doen. En dat terwijl ik zo'n pijn in mijn rug heb en zo'n pijn aan mijn handen vanwege de kou. Ze hielpen me niet. Waren van die jonge snotgriebeltjes. En dan zijn ze van buiten ook zo mooi. Nou heb ik wel veel oogschaduw op. Maar zij heeft nog meer op dan dat. Een cremetje dit, een cremetje zus, een poedertje dit en een poedertje dat en een zalfje dit. En een hele plemuurwinkel zit bij haar erop.
Ja, om haar nog mooier te maken dan dat zij bij wijze van spreken al is. Nou, ze denkt dat ze dan van buiten mooi is, maar van binnen is ze lang niet zo mooi. Want dan had ze geholpen. Ik heb er 3 keer aan toe gevraagd. Moet ik het 100 keer gaan vragen en al zo? Beweerde ze dat ze mij niet had verstaan. Wat? Ze reageerde er nog op dat ik de tas op de band zette. Wat is de bedoeling, zegt ze. Ik zeg, alsjeblieft. Ik ben gewend dat ik mijn tas op die band zet. En dat ze hem uitpakken. En dan hang ik de kassa. En dat hij dan weer gevuld wordt. Ik zeg, dat ben ik gewend. Ik zeg, zou je dat alsjeblieft voor me willen doen? Keurig, netjes. Nou, en ze giechelt een beetje. En ze giechelt met die andere meid. En die giechelt ook een beetje. Maar ze zei helemaal niet van ja, wel of wat dan ook. En ze zitten gewoon verder te giechelen en te doen. Ik zeg, wat doen we nou? Nou nee, dat ken ik niet aan het beginnen. Wat? Ik zeg, nou, dat zei die ene. Maar die andere, die zei, ja, ze gingen langs elkaar heen, weet je. Nou, dan word ik zo pissoft. Help me. In principe, daar zijn jullie voor. Iedereen helpt. Weet je wie er ook bij mij wel helpt? Die vetjes, de bewaking. Die helpt zelfs. Nou, dat is niet hun werk om ons te helpen. Nee, dat moet het personeel van de winkel zelf doen, maar niet van de bewaking. Nee. Ah, bizar hoor. Maar ja, in ieder geval, ik heb ook 2 bussen. Haarlak, ja, rosette, die heb ik altijd, dat is het beste wat er is, blijft je haar tenminste fatsoenlijk zitten. Daar heb ik er dus 2 van, en die gaan zo meteen mee naar boven. Ik ga trouwens eerst ook koffie doen. En ik heb vleeswaren, ik heb kaas en ik heb zomaar even 2 croissantjes mee, ja. Ik heb Karen dus nergens gezien of wat dan ook. Ik heb haar wel geappt van gevraagd, lig je op bed of zo, maar geen antwoord. Nee, ik heb het wel gelezen, maar ik weet niet. Vorige week ook al niet gezien. Gaat goed zo met mijn dochter. Ja, nou, ik heb dus ook vleeswaren meegenomen en kaas. Want ja, ik denk al, ik zou een of die haarlijk heen, maar ik heb mijn vleeswaren is ook bijna op. Dat is, ja, er liggen nou spruiten bij in, maar... Dan gaan we morgen eten. Ik heb nog 1 pakje vleeswaren. En dat is salami. Nou heb ik er totaal 3. Dat is ook goed. Nou, jij dicht. Dan kunnen we dat straks vullen. En dan ga ik straks lekker 2 croissantjes eten met een bak koffie erbij. En daarna ga ik mijn haartjes doen. Jullie zijn net buiten geweest. We zijn eerst uit geweest, ja. Oh ja, en ik haal die kaart er even bij, dan kan ik dat even vertellen. Dus even geduld, ik ben zo weer retour. Nou, moet je wel willen. Zo. Ja, het is echt heel mooi bijzonder hoor. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik zal even wat meer licht zien te toveren. Dan moet die bak weer even die kant op. Kijk of jullie het nou zo kunnen zien. Nou, zo kunnen jullie denk ik ook zelf lezen. Ja, nou ik zei al uit het lezen van het vrouwtje Corrie. Nou ik ben er heel erg blij mee. Hallo Corina, met oprechte deelneming. Het is alweer 6 jaar geleden, maar nog steeds in onze gedachten. Het gemis is er nog steeds. Ik kom niet naar Den Helder. Misschien kom ik wel op 7 juni als jij dit ook wil. De verjaardag van Jack. Gedenken, werk, bel ik dan oké?
Ja, weet ik veel wat er precies staat. Ik kan daar niet uitkomen. Gedenken we. Ik dan. Oké. Hou je goed. Doe ik ook. Kusjes, Corrie. Nou, ik ga daar natuurlijk een kaart naartoe weer terugschrijven. En natuurlijk is ze welkom, weet je. Ik mis haar. Anders komt ze één keer in de maand, één keer in de twee maanden, zoiets. En nou is ze al dik 2 jaar geloof ik niet meer geweest. Omdat ik een ander idee heb over alles wat er gebeurt. Nou ja, oké, maar dan ben ik nog niet een complotdenker. Nee, ik doe daar ook niet in mee in complotdenken. Maar ik weet wel meer dan dat zij weet. Want zij gaat op het nieuws af. Nee, je moet niet op het nieuws afgaan. Die liegen allemaal. Maar ja... Zoals de corona, die virus, nou, die bestond al in de 13e, 14e eeuw. Dus hoezo een nieuwe virus? Dat is gewoon niet waar. Dus je gebruik je ogen, ga googelen, je vindt het vanzelf wel. Het duurt even, het heeft mij ook wel, geloof ik, meer dan een week geduurd voordat ik erachter kwam dat... het vroeger al bestond, ik kwam er al wel achter, gelijk meteen al, dat het een virus was die al bestond, maar hoe lang bestond, dat kon ik nog niet 1, 2, 3 achterhalen. Maar later, ik vond, dat was trouwens wel grappig, het was helemaal vergeeld en bruin. Een stukje papier, een krantenknipsel was dat. En daar stond een heel gedeelte erover, over die corona. En er stond, ja, een parool weet ik veel. Nou, ik weet het, ik noem maar even, ik weet het echt niet meer wel, hoe die krant heette. Maar uit de 13e, 14e eeuw, ja, er stond parool natuurlijk ook nog niet. Maar ik weet echt niet meer hoe die krant heette. Maar bij wijze van spreken, de titel stond er wel nog bij, een stukje ervan. Dus het was ook maar een klein stukje wat er van de naam van die krant, die er toen bestond, er stond maar een klein stukje ervan. Nou ja, dat was het. En dan stond er een P en een A en een O, meer stond er niet, Pao. Nou ja, vul maar in, je weet het niet. Dat valt voor mij niet te achterhalen wat er toen bestond. Maar ja, misschien ook wel hoor. Ik weet het niet, maar in ieder geval, dat is alweer zo lang geleden, dat is dik 3 jaar terug dat ik dat vond. En ik heb het wel een heel tijdje bewaard en ik heb dat ook naar een heleboel mensen gedeeld. En op een gegeven moment mocht het ook niet meer op Facebook gedeeld worden, want hoe stel je voor dat je de waarheid vertelt, dat mag niet. Dus ja, dan werden we geblokt als we daar de waarheid neerzetten. Dus ja, dat proberen we nou niet meer te doen. Dus ja, maar gaat het voorlopig goed. Maar ik ben heel erg blij met deze kaart. Ja, echt wel. Doet me heel erg goed. Ja. Ik ga hem ophangen. Aan het dingetje wat aan de muur hangt. Waar ik de kerstkaarten ook had. En dan ga ik de troep opruimen, koffie doen, et cetera. Dan boven mijn haar wassen, want het ziet er gewoon niet uit. Ik doe geen kleur erin, ik ga het gewoon alleen nog maar wassen. Ik moet toch eerdaags ook naar de kapper. Ja. Komt allemaal goed. Ja, komt allemaal goed. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En ja, smakelijk eten, bon appétit enzovoort. Fijne avond en tot later. Waarom dat er was, weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Zo, lieve vrienden, ja, dan zijn we weer eventjes retour.
Nou ja, ik had mijn haar dus gedaan en het zit nog nergens naar. Maar ja, ik heb er nog geen kam er weer doorheen gehaald. En ik vind het ook niet nodig. Het was nog nat en ik kreeg visite. En ik kreeg telefoon. Ja, dat waren allebei een Jan. De Jan die op visite kwam en de Jan die aan de telefoon kwam, ja. De ene die wilde niet op en de andere die wilde wel op. Enkel degene die er wel op wil, die hing aan de telefoon. En degene die er niet op wil, die zat hier. Ja, en dat kan zo verkeren, ja. En Rijka die zit lekker nog steeds te kauwen en te doen op een bonkie. En Elwing die ligt hier lekker bij me op de grond. En dus helemaal lekker. En ik ben met een vlog bezig. Dus dat komt ook goed. Maar ik ga gelijk ook afsluiten, want nou dacht ik eraan en straks, ja, als het later wordt, denk ik er niet aan. Het is vandaag dus nou nog steeds 22:20. Het was mooi op tijd en kijk, tenminste verder doen en gaan en laten wat ik wil. Dan vergeet ik het ook niet meer, want het is al gebeurd. En dat is de klok die achterloopt. Die zegt dat het na 20:15 is. Dat is later. Maar ja, het maakt niet uit. En ik zit ook tegen de televisie te kijken. Ik heb het lekker strak voor mezelf. Want dat heb ik gewoon verdiend na al die droevige dagen. En er is er nog eentje. Nog één droevige dag. Dat is 3 maart. De dag dat mijn mannetje gecremeerd werd. Ja. En het is gewoon, ja. Een KUT-dag. Ja. Mag niet zo grof zijn, maar... Het is wel zo. Wat er nou weer? Oh ja, het graven in de mand, dat gaat niet hoor, want dat werkt niet mee. Nee, het is van plastic dus, ja, dan gaat het een beetje moeilijk worden. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Doe je ding, doe wat je wilt, doe wat je moet, weet ik veel wat. Hé, Rijka? Rijka? Kom maar. Kom eens hier. Kom daar. Nee, kom je niet? Hoeft niet hoor. Mag. Alles mag. Niks moet. Ja, en dat is mijn grote meid. Hè. Ja. Is Elwing lief? Is Elwing lief? Ja. Elwing grote meid? Rijk ook lief. Gaat het staartje nu weer verrijken? Hé? Ja, dus ja, dat dus. En ja, ik ben gewoon gek met mijn meisjes en ook met mijn kereltje. Degenen die aan mijn diertjes komen, die komen naar mij. Ja, en die hebben dan met deze stok te maken. Ja, met mijn wandelstok. Ja, dus hou je me gedijst. Niemand die aan ze mag komen op een verkeerde manier. Hé? Ja. Dus ja, dat dus. Dat ik zou nogmaals zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie ding. En voor later op de avond wilt rusten, slaap lekker. En uiteraard mooie dromen. En ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Like you.